Dan zitten we straks. Theo! Theo, kom bij mij! Wat? Mee. Shit, lukt man. Rustig bij jou. Lekker man, lekker, 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 lekker. Was je lekker aan het werk? Ja man. Kom ik je weer lastig vallen? Nee, ik heb een dansje gemaakt voor mijn nieuwe track man. Ja? Ja man. Wat voor dansje? Zeg maar knijp in die billen. Oh, je bent gek met billen hè? Of course, gross. Dikke billen gang man. Come on man. Ja? Ja, ik ook, man, ik ben gek op dikke billen. Ja? Oh. Ja. Zo, erg goed dat wij geen teamgenoten waren vroeger. Ja, want dat zou misgaan. Zouden wij echt doodgaan? Dat zou misgaan. Shit. Ik ben niet echt borsten, mijn vrouw grote borsten, maar het doet me niet zoveel, maar die kont moet echt. Begrijp je? Oh. Begrijp je? Kijk, de borst is zeg maar wel zeg maar net als, wist je nog vroeger? Vroeger als je zo'n boterhamzak met warm water vulde, zeg maar. Ja, 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 ja. Dat was zeg maar mee, toch? Die heb ik vroeger. Meegemaakt zeg maar toch? Yeah. Maar toen ik wat ouder werd en toen Jennifer Lopez en Catwoman en al die dingen zag, maar toen nog zelf ook. What? Catwoman hè? Come on man, zo. Zo. Shit. Damn. Oh! Wow. Dit is niet allemaal hè? Wow. Ja, wow, dit... deze brilt wel echt man. Dit is superpower. Shit. Deze heb ook een dikke bril. Zo, so, look at your bumper. Ja, ja. Die bumper is groud. Hey, maar wat maar wat voor dansje heb je dan? Is wat een nieuwe clip of wat? Of wat is het? Ja, ik heb ook een nieuwe clip. Ik denk dat je die clip echt moet zien, man. Die clip, maar die staat nu op 1 toch op trending? Nee, dat is die 101 bar sessie. Oh ja, dat is 101 bar sessie. Ja, maar daar heb ik ook een clip aan toegevoegd, zeg maar. Oké. Okay. Ik heb het voor mezelf gedaan en voor de supporter. Dus alles gewoon lekker achter elkaar. Pam, pam, pam. Genieten. Groud. Shit. Wat? Het is Theo. Grout. En wanneer komt hij uit? Of is hij aan Grout? Ja, alles is uit. Alles. Hij staat op Spotify, iTunes, YouTube. Wordt hij goed bekeken? TikTok. Wat zeg je wat we goed bekeken? Wordt hij goed bekeken? Ja, die van die 101 bar sessie wel. Maar ik heb al heel lang niks geüpload op mijn eigen kanaal. Waarom niet? Ik weet niet eens man. Moet je dat doen? Ja, maar er waren gewoon heel veel dingen die ik deed en zo, je weet toch? En gewoon heel veel zakelijke dingen ook regelen. Weet je? Dus had ik een beetje geslapen erop. Oké. Okay. Maar nu zijn we weer back in stond action. Ik even on hold. Ja man, heel lang. Heel ja. lang. En nu zijn we back in action, come on man. Wat? Damn joh. Woehoe, wat? Gelijk erop, come on man. Shit. Je bent niet goed. Heel mooi, ik vind het zo mooi. Lekker gewoon, lekker jezelf zijn. Je moet echt jezelf zijn, man. Ja, dat is de enige manier hoe je jezelf gelukkig houdt. Dat is belangrijk, hè? Mm. Als je echt jezelf kan zijn. Klopt, man. Daarom kan ik ook bij jouw video's altijd kijken, zeg maar, welke video je ook dan maakt. Yeah. Want je voelt jezelf bent. Ja, lekker toch? Ja. Ik hoef ook niet te acteren, man. Lekker gewoon. Juist. Als het goed is, slecht is slecht. Ja, juist. Het is niet anders. Het is wat het is, toch? Juist, het is gewoon wat het is. Je hebt je best gedaan, meer dan dat kan je niet doen. Nee. Hier, alsjeblieft. Ja, oeps. Ja, oeps. Snap je? Naar het volgende. Ja. Toch? Je weet maar nooit ook toch, net toen die clip dropte, ik wist niet wat mensen ervan zouden vinden, maar ik vind het leuk. Dus als je, wat denk je hoor. Wat? Zo, eventjes. Dat is echt lekker hoor. Hé, hey, maar je komt oorspronkelijk uit? Angola. Angola. Yes. Je bent daar ook geboren? Yes. Dus, en je bent, hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 2. Echt? Ja. 2. Ah. De liefschatje, zo'n kleine. Mooi. Ja, en waarom ben je hierheen gekomen? Wat is er? Want ik heb wel dingen gehoord. Oorlog en zo. Je hebt veel dingen meegemaakt, hè? Niet zelf meegemaakt. Ja, nee, je was daar. Mijn ouders dat je wist erbij was. Ja, mijn moeder heeft wat meer meegemaakt. Ja. Mijn zus. Mijn oudste zus. Ja, die twee. Wat is er gebeurd? Ja, gewoon gevlucht. Ingekomen. Wat niemand eigenlijk weet, hè? Eigenlijk weet helemaal niemand dit. Mooi. Maar dat willen mensen wel weten, want dat is mooi. Omdat jij gewoon positief in het leven staat. Dus terwijl je al, als kind heb je misschien onbewust meegemaakt, maar je hebt wel rare dingen al meegemaakt. Ja. Waarbij over zitten, zeiken over een klein dingetje als er een keer iets niet goed gaat. Klopt, man. Weet je,
dat ik heb, ik heb gewoon echt de bodem gezien, man. Want ja. ik heb 10 jaar gewoond in een asielzoekerscentrum. 10 jaar? Ja, man. Als asielzoekerscentrum. Hoe was dat dan? Hè? Als, ja, je was 2 jaar, zeg je, ja, dan is het niet, dan merk je het nog niet. Jij gaat ineens van een warm land, kom hier in kutregen de hele dag. Ja. Maar, wat? Hoe het was? Ja. Yeah. Ik weet, ik kan vanaf mijn 4e nog wel goed herinneren, zeg maar, totdat ik ouder werd. Maar dat is ook gewoon vaak verhuisd, zeg maar. Van de ene centrum ging dan sluiten, dan ging je naar de andere centrum. Oké. Ik weet, ik was gewoon wel altijd speels en gewoon kinderdingen en zo. Ja. Yeah. Maar ik heb... ik heb, zeg maar, racisme en zo heb ik alles ervaren, zeg maar. Dus twee vormen of drie vormen zelfs. Van racisme? Ja, man. Of wat was maar, dat? Want ik zat dan op school toch, en als mensen dan vroegen hoe dat gaat met kinderen. Ja, waar woon je? Daar zo, dit en dit. En dan ging ik ongeveer een beetje aanwijzen van waar ik dan woonde, zeg maar. Dan was ik, kom je van de AZC? Nee. Daarna. En dat is ook de reden waarom ik, zeg maar, heel lang eigenlijk niks erover heb gezegd, toch, zeg maar. Niet omdat ik... gaan, maar omdat ik gewoon nog niet wist hoe ik ermee moest omgaan. Ja, maar nu ben ik wat ouder, toch? Ja, begrijp dat ook wel, man, want je zegt ja, woon je daar? De kinderen zijn hard nog onderling. Klopt. Die hebben geen blad voor hun mond, die zeggen gewoon wat ze denken. Klopt. En daarnaast, zeg maar, na dat kwam pas die van kleur en dit. Dus het was wel heavy, man. Maar je toch, zijn Black Panther, zijn super strong en super trots. Ja, man. Kom op. Trots. En shit. Ja, toch? Ja, nee, maar dat is wel mooi, man. Ja. Dat je dan zo ver gekomen bent, joh. Het is alleen maar echt petje af, man. Ja, man. De enige keer dat ik terugkijk naar mijn verleden is om te kijken hoe ver ik ben gekomen, zeg. Ja. En dat geeft je gewoon weer energie om weer verder te gaan, man. Ja, dat heel mooi. Dat deed je. Top, man. Maar het is gewoon echt oorlog en zo. Ja, je moeder en je zus, alles je zus, die heeft het wel bewust meegemaakt. Ja, ze hebben gewoon dingen gezien. We hebben het ook niet echt over, ik zeg je eerlijk. Waarom meen je dit? Nee, maar ik denk dat het iets cultureels is of zo, man. Ja. Dat je ouders bijna niet vraagt, zeg maar. Ik weet niet. Je wilt gewoon het boek dicht doen en niet meer erover hebben en alleen maar vooruitkijken. Ja, het is niet dat je niet over wil hebben of zo, maar het komt gewoon niet ter sprake of zo. Dat is het. Nee, toch? We zijn nu hier, we moeten nu wat van maken. Ja. Let's go. Lekker, man. Het gaat goed. Ja, man. Gewoon nummer 1 training. Shit, come on, man. Ground. Ground en billen. Ground en billen. Had je het toch gezien? God, wacht. Is deze... Yes, voor jou. Leo. Sorry. Ja, man. Ja, toch. Altijd ja, toch. Want misschien mijn tong is droog. Gaan mensen zeggen, oh, witte tong. Want mijn tong is ground. Begrijp je? Ja, dat is echt goud, hè? Zo. Okay. Bro, als ik had gedronken, ik kon niet meer goed praten. Mijn tong is te zwaar. Zat hij in de weg? Ik struikel dan gewoon met praten. Zo, heftig. Ik zweer het, heftig gewoon. Zat hij echt in de weg? Hoe kan dat dan? Doe dit. Kom eens kijken. Oh, wat een jukkel, hé. Het bij, jong. Kom on, man. Wat? En Grote appeal, man. Gebruik je die ook? Of alleen voor het zoenen? Nee, voor zoenen laat ik haar stikken dan, man. Shit. Dat is helemaal achter in de keel. Ik alleen als het mijn vrouwtje is, als officieel is, je kan dit echt niet zomaar ergens neerleggen, man. Kom op, man. Nee? Nee, toch. Heb je een vaste vrouw? Vriendin? Nee, toch. Ook niet? Nee, ik ben lekker single, genieten. Maar ik sta er wel voor open, maar hier, toch? Ja? Door die tijd blijven we gewoon lekker leven. Dus heb je te veel gelikt? Dus nu gewoon tijd ja, voor vaste? Ja, maar ik moet even rusten, ik heb kramp. Je hebt een grote tong, ik ben nagel grote lul je hebt. Shit. Ja, ik ben African strong, weet je. Ja. Daarom soms zeg maar, heb je dan de meid die dan... Ooit, hè, zeiden ze dan... je bent echt klein, echt. Maar zeg, maar schatje, ik ben niet klein overal. Alleen hier. Ja, ja. De rest moet je nog achterkomen. Met die, joh. What? Oh, shit. Oh, mooi. Wil je even rijden zo? Of course. Ga maar eventjes stoppen. Texas. Ja, toch. Ga maar even missen. Wat deed je op? Ja, geef maar een gaspakje. Ik zal even wisselen. Wauw. Wat een toren die oh man. Hey, als jij een keer zo doet, komt het klaar. Oh. Dat is gewoon een feit. Die had ik ook een keer, zeg maar, met een meid. Ja. Ging ze mijn hoofd gewoon drukken, zeg maar. Ik werd een beetje aangelopen. Ze ging me ook gewoon druk. Zeg, laat de echte pijs van jou zien dan. Ik dacht, nee joh. Ik kan elkaar nog niet zo goed. Joh.
Ja, ik was gewoon deze. Ja. Ja. Dus ik behoog zo voor, houden zo van, oh, ik wil niet, ik wil niet. Laat los, laat los. Je stinkt. Oh. Ja, hè? Is gebeurd, hè? Vies Rick. Ik kwam met mijn geurtje vrij. Oh. Mijn moeder gaat dit zien. Nee, joh. Hoeft niet. Nee, mama hoeft niet. Was schapje, mama. Oh. Hij doet dat niet. Hij is een hele nette jongen. Een hele nette jongen. Dat doet hij niet. Mama weet ook van mij dat ik gewoon... Snap je? Maar wij hebben het gewoon niet over. Nee, ik snap het niet. Weet je? Wat zei je nou? Je ma, wat? Mijn ma weet wel van mij dat ik stout ben. Ja. Ik word ouder toch, come on man. Ja. Met 25 man. Met 25 niet? Ja man. Ik ben het laatste jaar geweest. Oh, is dit, man. Dankjewel, dankjewel. En wat doe je voor de rest dan nog? Beetje stand-up comedian en zo? Dat is wat ik wil doen, zeg maar. Dat is wat je nu, wil doen? Ja, nu ben ik aan het oefenen. Met supergaande? Is dat alleen, of met andere dingen? Alles eigenlijk een beetje wat ik doe, een beetje oefenen toch? Want ja, je communiceert toch? Met het publiek moet je ook communiceren. Ja, ja, ja. Dus je toch? Gewoon elke keer dat ik ergens op set ben of zo, is gewoon een beetje mijn vocabulaire trainen ook. Ja. Je toch? Maar vooral jezelf zijn, want ik sta niet bekend op, hey, jij praat goed Nederlands, laat me jou volgen. Dus volg mij gewoon voor wie ik ben. Ja. Dus ik ben er niet heel, heel veel mee bezig, maar gewoon alles is een beetje training, toch? Beetje alles, een beetje ervaring op doen. Of course, dat joh. Of course. Of course. You gonna drive the car? Shit, of course. Okay. Wow. Dat joh. Hier. Is die voor mij? Ja. Shit. Moet hij naar voren? Of zit je goed zo? Echt zit ik goed, man. Je mag die hendel trekken. Hier heb je geen hendel, vriend. Gaat allemaal automatisch. Ja. Shit, dat ben je, joh. Wacht, moet ik hem in zijn D zetten? Ja, is wel handig. Als je hem gewoon zo... Kijk, wat staat hij nou? Ben je... Moet je voet op de rem, hè? Yes. Kijk. Dat ben je, joh. Wow! Je moet niet, zeg maar... Ja, mijn linkerbeen moet ik niet gebruiken, ja. Ik weet. Anders zitten we straks... Een deel! Kom op, mate! Wat? Dit is andere... Shit! Nee, joh! Dit is andere Tori, dit. Oh, hier gaan we, hier gaan we. Sorry. Een deel! Wat? Dat is niet normaal, hè? Wat? Je ding even verricht. Oh, is hij gegaan? Maakt niet uit. Zo is goed. Wat doe je, joh? Come on, man. Wow, shit. Come on, man. Nee, dit is niet normaal, hè? Dat geluid ook, joh. Nee, man. Waar gaan we naartoe? Groningen in 20 minuten of wat? Ja, ik kan maar rijden maar hierheen of zo. Naar rechts? Ja, naar rechts en dan gaan we draaien daar wel. Oh, ja. Maar hier naar rechts. Dan gaan we de eerste afrit weer achterrijden, rustig terug. Hey, maar hoe is het met QC dan? Is je goed, mattie, man. Ja, maar het is mijn brada, man. Ja, hè? Brada, tuurlijk. Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Ik kende hem Tinder. Al sowieso van... Tinder? Hahaha, Tinder. QC op jou gaat rijden, zit de zie je al niet meer. Bro, dan ben ik klaar, man. Ook als hij voor mij staat, zeg maar. Als hij voor mij staat en iemand is achter hem, lijkt hij in zijn eentje. Nee, maar ik heb hem ontmoet... Via Supergaande gewoon een keer, man. Zeg nee, maar, niet, in begin, dus voordat Supergaande zeg maar nog gaander dan was dan dat ze nu zijn, ja. Hadden we al video's gemaakt en zo. Maar ik kende hem al van Punch Out Battles, maar we gingen video's maken. Die energie was altijd gewoon correct, ja. Ja, toch? Altijd gewoon chillen. Die klik gelijk. Ja, ook als we elkaar dan tegenkwamen bij boeking en zo, gingen we gewoon chillen. Ja. Je toch gewoon echt zijn, gewoon puur. Ja, niet te traag. Ja, toch. Dat is waar, gewoon puur. Ja, zijn, gewoon dat toch? Gevoel en zo dat je... Kijk, die mensen zijn helemaal gek, gaan maar foto's maken en video's, zie je dat? Shit. De hele dag, jongen, is dit heel, ja? Ja, helaas, mensen zijn helemaal gek. Maar je bent ook een straaljager, vind je het gek? Ja. Dus ik had beter die X even kunnen houden, anoniem toch? Shit. Dit is next level, jongen. Bro. Ja, dit is next level. Dit is echt. Shit. Dit is heel snel. Shit. Dit zijn 3,4 seconden in 100, hè? Ja? Voel ik dat ik gewoon kan opstijgen gewoon zo. Ja, hey, waar moeten we nou heen dan? Ja, ik weet niet waar je nog... Waar heb je ons naartoe gebracht dan? Ja, want dit was die afrit toch? Dus ik weet niet hoe je die weer erop moet. Ik denk gewoon terug, hè? Ik denk zal ik gewoon die rondje maken gewoon? Ja, Amersfoort. Oh shit. Oh, politie, man. Ga maar gewoon terug. Als je nu naar rechts gaat, gaat hij aanhouden.
Gaan we achteraan. Oh ja, oh. Amsterdam. Ja, Amsterdam. Yeah. En dan gaan we zo. 17 kilometer al, waren we al weg. Nee, joh. Hoe snel? Oh. Nee, joh. Kan niet door, man. Ja. Kan niet door, man. Het ding, joh. Politie, alles goed, ja. Ha, mooie auto. Ze halen, ik hou me wel mijn pet op. Als ze die kale kop zien, denken ze, dit zijn twee criminelen. Die gaan we halen, hoor. Zo. Shit. Ja, hoe kom je aan deze auto? Ja, bergje. Hey, en nieuwe muziek komt aan, zei je net? Zeker, man. Wanneer komt die uit? Nieuwe muziek, ik moet even kijken, maar ik doe heel veel dingen op gevoel, zeg maar. Dus ik moet even kijken hoe ik deze wil brengen, zeg maar. Want ja, zeg maar, wat ik met Rilla heb gedaan is natuurlijk comedy en een beetje een mix van serieus en net weer niet, maar toch weer wel, snap je? Mm-hmm. Maar ik heb ook gewoon dingen liggen die gewoon serieus zijn en zo. Wat, dat... Maar ik moet even gewoon kijken wanneer dat ready is of dat betrokken, weet je. En wat is je stijl van rap dan? Wat is dat wat we 101 bars zagen? Is dat jouw stijl een beetje ook? Die beetje die... Dat is een stijl die ik kan. Zeg. Dus ik je hebt verschillende... Ja, ik kan gewoon heel veel... Ik kan echt veel dingen. Ja. Ik kan echt veel dingen. Shit. Dat kan je niet. Ja, dat is de juiste vraag. Ik zweer het. Qua wat... creativiteit kan ik echt veel dingen. Wat zou je dan het liefst willen doen wat in de toekomst? Wat wil je gaan doen? Muziek uitbrengen, in theaters natuurlijk. Ja, maar ik denk dat dat in een combinatie moet gewoon. Oké. Okay. Snap je? Nee, maar je moet je apart houden. Dan kan je twee dingen doen. Eén keer een theatershow over muziek en één keer een theatershow gewoon lachen. Of waar je verdien je meer geld. Ja, snap klopt. Je? Dat kan ook. Ja, je moet slim zijn, broer. Dat kan ook. Ja, maar gewoon een combinatie van, zeg maar, dat alles gewoon een beetje eruit komt, snap je? Uh-huh. Net bijvoorbeeld bij die supergaande freestyles heb je dan dat ik ook af en toe zing en dan gaan we rappen. We zingen allemaal en dan gaan we rappen. Ja. En tussendoor hebben we ook gewoon grapjes. Dat is een beetje hoe ik het voor me zou zien, zeg maar. Ja. Snap je? Maar je hebt dan ook gewoon een keer een voorstelling waarbij geen rap is en gewoon wel gewoon al die gekke verhalen. Ja. Shit, ik heb ook een paar gekke verhalen, hoor. Ja, vertel. Het Deo. Vertel eentje, joh. Als jij een voorbeeld geeft van jou in de club, hoe was jou in de club? Hoe was het eigenlijk? Wij in de club? Ja. Gewoon wat lamzuipen voor rust. Ik was niet zo van tafeltjes en flesje. Nee, ik ook niet. Maar mensen riepen me altijd. Ja, moest je aan tafel zitten? Ja, ze riepen me altijd. Maar ik voelde me altijd dan beledigd of zo, weet je. Waarom? Het was wel liefde. Maar af en toe was het wel van, nee toch, je vraagt me gewoon je tafel, dan moet ik daar komen. Om wat te doen of zo, te acteren of wat? Ja, nee, niet te acteren. Het is gewoon liefde, zeg maar. Dat ze gewoon, je toch, ze herkennen jou en dat kom aan tafel. Maar ik hou niet zo eigenlijk van VIP en zo. Nee, die gewoon VIP, lekker anoniem. Ja toch, die VIP is gewoon een beetje ook zo'n andere wereld dan echt uitgaan of zo. Een beetje gezien worden. Maar de voordeel is wel vrouwen, Theo. In de VIP, ja, is een hele andere dimensie met meisjes. Ja, heb je je tong wel eens gebruikt daar in die VIP? Ja, man. Zo. Ja, met zoenen gewoon dan, hè? Alleen zoenen. Oh. Alleen zoenen, met okay. Namen. Ja, man, maar dan ook echt in die spot, hè, dat ik dan later dacht van, wat ben je aan het doen, joh, gek? Ja, stel je voor iemand loopt gewoon te veel. Oh. Maar ik mis die tijden wel, hoor, voor uitgaan. Ja? Ja, man. Maar ging je wel vaak uit, elk weekend? Een tijdje wel. Ja? Was omdat ik geboekt werd als MC en zo. Ja. En dat was ook de eerste keer dat ik veel begon te drinken en zo, zeg maar. Maar ik was er ook even uit, zeg maar. En toen wilde ik eigenlijk alleen nog maar naar festivals. Maar een tijdje ging ik wel super hem, hoor. Had je probleem met alcohol? Hoe bedoel je? Dat had je alcoholprobleem? Dat je te veel ging drinken of zo? Nee, het was alleen bij je boekingen, zeg maar. Alleen, ja, alleen zeg maar in de club. Maar af en toe is dat ook niet nodig, toch? Want dan gingen we wel echt hem. We waren met veel man. Ja. Ja, stoppen was er niet echt, zeg maar. Ik dronk het alsof water was. Ja, ja, ja. En dan later, bro, elke boeking, onderweg naar huis, stopten we bij de vluchtstrook omdat ik moest kotsen. Nee. Altijd. Maar ik kon best wel goed inhouden. Dan zat ik zo, zeg maar, achterin dan. Oh, maar achterin wil je missen. Klopt. Dus dan zat ik zo achterin en ik voelde het opkomen. En ik wil die guy echt niet zijn dat ik in iemand zijn auto heb gekotst of zo, snap je? Nee. Dus dan zat ik zo, zeg je, boys, je moet even... Ja, wat? Ik zei, broer, ga gewoon, als je stop gewoon even. Boy, stop even gewoon. En dan ging ik gewoon daar hangen. Bij zo'n, De vangrail. Ja, bij de vangrail ging ik zo hangen met mijn buik, zo met mijn benen in de lucht. Ja, daar heb je meer druk. Ja. Komt er sneller uit dan? Ja. Oké. Okay, ja, vooral hangen op je buik liggen, zeg maar, met benen in de lucht. Ja. Oké. Okay, gewoon tip. Laten gaan. Shit. Ik ga weer een beetje optrekken. Oké, okay, moet je doe maar. Zie je het? Het zit er auto naast je? Ja. Ik ga voor die vrachtwagen.
Een dui op. Was op de politie. Ik weet niet meer. Oh, die ging, die ging broodje eten. Donuts. Ja, hey, maar waren er twee, hè? Hè? Waren er nog twee ook op? Wat? Politie. Waren er twee? Ja, weet ik. Ze zijn allebei donuts aan het eten. Lekker maar. Lickets. Hey, maar wat is dan het mooiste wat je nu tot nu toe hebt meegemaakt? Het mooiste wat je dacht van wauw, nu ben ik echt... Weet je? Nu ben ik echt... Dit heb ik wil dit bereiken en dat heb, ik heb het bereikt. Of had je geen doelen in je leven? Of was je gewoon, boom, gewoon gaan net als ik kijk ook gewoon, ik zie wel. Nee, kijk, ik zeg eerlijk, die 101 bar sessie was voor mij wel echt een bevestiging. Want zeg maar, dat heb ik echt gedaan als een karakter van mij, zeg maar. Snap je? Ik ben helemaal volledig in mijn straatje gebleven, zeg maar. Ja. En als eerste keer dat ik ook iets deed buiten mijn comfortzone. Nee, je niet. Een soort van. En dan ook omdat, gelijk... Omdat Eerbaard is echt een heilige grond. Ja, ik zeg maar, toch? Sinds kleins af aan kijk ik ernaar. Gino Pieter Meij, Raoul en iedereen, zeg maar. Weet toch? En dat eerste keer dan naar YouTube kijk en ik zie mezelf daar dan staan, denk ik van wel, wow, joh, vet, hè? Gek. Ja, want er staat, dan zijn al die grote geweest daar. Ja, maar daar ook... heb je het tij, joh. Come on, man. Mooi. What? What? Die vind ik wel echt dom. Ja. 101 wordt. Dus wanneer was dat? Een paar weken geleden toch? Ja, en weet je wat ik gelijk dacht? Weet je wat ik gelijk aan dacht? Ik dacht gelijk aan een bar, zeg maar, toen ik daar was. Ik dacht dan, wat weet je van 10 jaar geleden bij de AZC? Nu ben ik bij de 101. Ik kom als mezelf, kom niet als 1 op 1. Ja. Begrijp je? Waarom naar de rapper doen? Begrijp je? Maar hoe kan dat dan? Het komt zo snel in je, in je hoofd gewoon. Ja. Mooi. Ja, had je hem beseft of niet? Moet ik nog een keer zeggen? Ja, want ik heb je afgeleid. Nee, ik hoor die AMC en die 101. Hoe AMC? Even AZC. Yes. Wat toch? Weet je van? Wat weet je van 10 jaar geleden bij de AZC? Naar 101. Ik kom als mezelf, ik kom niet als 1 op 1. Ja, want de laatste begrijp ik. Ik kom als mezelf, ik kom niet 1 op 1, want heel veel mensen doen zeg maar fake en zo toch. Ja. Ja, dat is toch vet? Ja toch? Mooi man. Het Deo. Het Deo. Wat zeg je nou? Het Deo? Het Deo. Oh. Je hebt zeg maar damn. Ja. Je hebt het Deo. Deo is gewoon van wat? Ik dacht, ik zei, ik heb de Deo nodig. Wat? Deo? Deo. Deo. Kijk, daar staat de politie te wachten op ons. Ze hadden verwacht dat wij naar rechts gingen. Ja? Een Deo, die hebben we niet gehaald. Komt hij in één keer zo erop rijden. Woep, zo. Zijn we alsnog de lul. Hey, en sporten, doe je dat? Ja man, maar nu even iets minder wat ik zo druk had met... Hey, je bent uitgedaagd door Stefano. Met boksen? Ja. Yeah. Het is allemaal niet echt, het is allemaal schijn. Echt? Hij wil met jou boksen, denk ik dan. Ik denk, zeg maar, als hij echt met mij wil boksen, hadden we het wel echt doorgezet. Zeg maar. Ja, ja. Ik had gewoon teruggereageerd. Oké. Okay. Dus, wat was er dan? Was er een discussie of zo? Tussen mij en hem? Ja. Nee. Maar hoe komt het dat verhaal in de lucht? Dat je Stefano jou uitgedaagd had of zo? Hij had gereageerd onder een poot waar ik zeg maar aan het sparren was tegen een boksbal. Oh, oké. Okay. Ja, zo was het gaan. Dat hij daaronder gereageerd met. Ik versus Tajula kom. En ik denk altijd van ja, kom maar. Ja. Het Deo. En de boksen ben je lang al? Ja man. Ja? Ja wat doe je? Gewoon boksen of kickboksen? Boksen. Ik heb op kickboks gezeten. Ja. Maar dat trappen was niet voor mij. Man, ook zeg maar die stretch oefeningen wou ik eigenlijk niet zo doen en zo. Weet je? Ja. Daar mag niet zin. Dus ging ik op boksen en boksen, ja man. Dat is wel echt mijn ding. Oké, mooi man. Dat is wel echt mijn ding. Daarom dacht ik ook van ja, als je wil boksen. We kunnen gewoon dansen hoor. Ja, ja, ja. Passade, salsa, breakdance, wat zeg je me man? Oké, dat is wel vet man. Dus je weet gewoon hoe je moet boksen zo. Train je vaak? Met mijn personal trainer zeg maar. Ja. Ja. Nee, ik zeg eerlijk, de afgelopen 2 weken niet. Maar daarvoor wel. Maar dat was omdat ik bezig was met die release en ik was jarig en gewoon heel veel dingen. Ja. Maar ik heb vanaf mijn 16e tot mijn 21e fully gebokst. Oh, dus je weet gewoon techniek of zo. Een wedstrijd ook gewoon gebokst, of niet? Of gewoon training alleen? Ik had eerst heel lang getraind. Ja. Omdat ik echt goed in vorm was zijn voor die wedstrijd. En toen kwam die wedstrijd, gingen ze last minute terug tijdens het. Heb ik ook toen gehad, ze, man. Toen moesten we ineens betalen of zo, om te vechten. Ach. En mijn trainer had dat deed toch? Hij zag het echt niet. Nee, je zag het niet. Ik had naar Floor Dekkers trouwens. Jongen. Wat hè? Floor Dekkers. Floor Dekkers? Ja, dat was Floor. Wat? Mijn trainer heette Floor. Van Raymond Dekker? Nee, dat Raymond Dekkers is een kickboxer. Legende. Raymond Dekkers, maar... Oké, grote billen.
Grout. Grout op billen. Grout. Grout op billen, man. Heb je vaak seks? Wat zeg je? Heb je veel seks vaak? Even kijken. Regelmatig. Ja. Yeah. Regelmatig. Het is niet meer, zeg maar, een begin van toen ik bezig was met wat ik deed. Yeah. Je moet een beetje misbruik maken, toch? Althans, yeah. Gewoon niet... Ja, een beetje gewoon gebruik maken van wat je hebt, zeg maar. Yeah. Toch? Sommigen zijn van, hé, hey, ja, je bent bekend, dus yeah. Vroeger was het gewoon, ja, toch? Ja, yeah, natuurlijk. Yeah, wat? Ik vind het zo mooi. Maar naarmate je ouder wordt, ja, ben je wel gewoon je uiteindelijk... Je bent er aan zo, hè? Ja. Dus dan is die behoefte dan ook wat minder of zo. Maar 25, wat tijd voor kinderen zou, man. Begrijp wat we doen? Ja, joh. Maar kom op, man. Kinderen? Nee, gelijk, hè? Ik kom er niet in. Vuile hond. Oh, shit. Het duurt heel lang, hè? DHL. Ja? Hoezo zijn ze hier eigenlijk? Ze komen mijn geld brengen. Nee, man. Nee, maar voor de rest heb ik eigenlijk ook helemaal geen issues met mensen. Pas op met die, als je zo naar rechts gaat, hè? Want er zit een hoge rand. Mm-hmm. Anders ga je... Het moet schijnen, hè? Zo. Gewoon laat wachten. En wat moet ik met hen doen dan? Ja, weet je niet. Dan moet je mij inhalen. Ik moet naar rechts. Ja, dan moet ik mij inhalen, jongens. Tuurlijk. Hoe kan hij zo dat die auto neerzetten, jongens? Dat is niet normaal. Hij zit in zijn telefoon. Oh, achter ons. Ja. Moet hij ook hier in misschien? Is je auto laag? Ja. Ah, je kan daar wel hoor. Je moet oppassen met die rand hier. Ja. Anders is die hele auto opgescheurd. Shit. Ik heb dat één keer gehad, jongen. Nee, joh. Ah, oh, met mijn Ferrari. Week achteruit stond er zo'n container. Oh, die punt zat zo, die ging zo in de zijkant erin. En ik reed naar achteren. Net als zo'n ding, een tomaten, of hoe noem dat, tonijnenblikje. Shit. Kan ik hem? Ja, ga maar in. Adeo. 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 Come on, man. Open. Shit. Yes. Zou je me vaak vertrouwen met jouw autorijden? Tuurlijk. Rijd rustig en relaxed, man. Ja, toch? Ja, ik vind helemaal normaal kan ik er niet tegen als mensen. Ja. Nee, ga ik toch. Pas op. Nee, man. Ik heb geen één keer gehad. Dus je rijdt echt goed. Wel, man. Damn. Ik heb dat ook, hè. Mijn auto dan, zeg maar. Sommige vrienden die in mijn auto rijden dan, zeg maar, dan hier toch? Yeah. Je moet je auto een beetje behandelen met liefde, toch? Ja, yeah. Is ook zo. Zo van daar bij die polo dan af. Jetter. Zijn er weer. Gags. Thanks, man. Jij bedankt, man, broeders. Leuk. Jij bedankt, man. Ja, is man. Leuk. Was gezellig. Thanks, bro. Rijdt goed, hè? Ja, man. Heerlijk. Heerlijk. Yes, mensen, dat was Tachula. Mooi vent. Ik denk iemand die inspirerend is voor anderen ook. Waar je vandaan komt. En als jij je zinnen zet op de doelen die je wil bereiken, kan je ze bereiken, man. Kijk naar hem. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende weer. Later.